Hij verdween op een van de koudste januariavonden van het jaar. Christian Weststein klom 6 januari over de muur van een psychiatrische afdeling in Den Helder. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Zijn broers plakken nu overal posters om hem te vinden. Normaal gesproken mag er op stations niets aangeplakt worden. Maar voor Arthur en Thijs, die hun broer zoeken, maakt de politie van station Amsterdam-Amstel een uitzondering. De broers zijn erg bezorgd. Dat het juist zo koud was, dat baart ons zoveel zorgen. Het is heel moeilijk te bepalen wat hij heeft gedaan. Het was heel erg mistig en het sneeuwde en de duister viel snel in natuurlijk. Dus we hopen dat hij bij iemand heeft aangeklopt, die hem misschien nog steeds onderdak verleent. Christian heeft niemand verteld dat hij ging vluchten. Hij had vermoedelijk maar 10 euro op zak en geen pinpas. Zijn broers vermoeden dat het een impulsieve actie is geweest. Dat we daar waar de trap naar beneden gaat doen. Wat was het eerste waar jullie dachten van daar is hij naartoe? Ja, het eerste wat we dachten was dat hij die boot naar Texel zou hebben genomen, want dat is waar hij woonde. En ik ben er ook meteen achterna gegaan. Ik heb de auto gepakt en ben naar Texel gegaan. En heb daar heel veel rondgevraagd. En omdat Texel natuurlijk een eilandgemeenschap is waar men Chris ook kent, werd het al heel snel duidelijk dat hij daar niet zit. Of hij moet zich wel heel erg goed verborgen houden. Want niemand heeft hem dus de afgelopen 12 dagen gezien. Hoe erg is hij in de war, denk je? En wat voor risico's kan hij op dit moment nemen? Hij is niet heel erg in de war. In de zin dat ik zag hem nog de dag voordat hij vluchtte. En toen was hij vrij helder eigenlijk en ook vrij vrolijk. Dus ik schat niet in dat hij heel erg waardig is. Maar het is wel zo dat hij vanwege zijn omstandigheden inderdaad slecht is om risico's in te schatten. Hun posters hangen inmiddels van Texel tot Amsterdam. Al hun vrienden en familie helpen mee. Arthur en Thijs zijn vast van plan hun broer te vinden. Chris, mocht je toevallig deze uitzending zien, neem dan contact op met je familie. Want we willen graag weten waar je bent. Ik wil ook graag een oproep aan alle kijkers richten. Mocht iemand Chris nog gezien hebben in deze dagen, of mocht er iemand dus zijn bij wie Chris zich schuilhoudt, neem dan contact op, liefst met de politie in Den Helder of anders met de familie. Miep Gies is vandaag.